Dus neemt een uitgeruste Fuachapa plaats op de bank bij RBC Roosendaal. En die ziet dan in de 34e minuut dit fantastische doelpunt van Melvin de Leeuw. En zo komt zijn ploeg op een 1-0 voorsprong tegen Fortuna Sittard. De wedstrijd overigens onder leiding van Jeroen Abbink. Die debuteert als scheidsrechter in het betaald voetbal. Maar dit is natuurlijk een fantastische omhaal. De kopbal van Mierlo en dan zeer atletisch het doelpunt van Melvin de Leeuw. Zeven minuten later. Een hoekschop. En dan landt de bal voor de voet van aanvoerder Jordi Zuidam. En let op, doelman Windjes. Bokst de bal weg, althans, dat is die van plan. Maar hij slaat de bal in het eigen doel. En zo hebben we na een geweldig doelpunt nu een zeepert van formaat. Windjes, nog een keer kijken. De blunder van de week. En Wim Dusseldorp, de coach van de Limburgers, schrijft vertwijfeld naar het hoofd. Toch komt Fortuna op slag van rust terug. Het doelpunt van wie anders dan de Belg Fabio Caracciolo. En 2-1 is de ruststand in Roosendaal. In de tweede helft nog één doelpunt via verdediger Kees Toet. En zo pakt Fuachapa met RBC tegen Fortuna de drie punten. Een sterk begin dus.